Ja, daar zat wel meer een tijdsdruk op. Normaal, als je maar 1 of 2 overledenen op een dag hebt om te verzorgen, heb je natuurlijk veel meer tijd en aandacht om op de allerkleinste details te letten. Maar als je er dan in 1 keer 6 of 7 op 1 dag moet doen, ja, dan is die tijd natuurlijk veel kleiner. En dan moet je er toch wel met een snellere gang doorheen. En dan kun je soms niet evenveel aandacht geven aan een corona-overledene als aan een gewone overledene. Bijvoorbeeld die laatste finishing touch, om maar even zo te noemen, om het plukje mooi te hebben. Of ja, het kleedje goed recht te hebben liggen. Of toch nog even dat blosje. De allerkleinste details, denk ik. Dat gaf voor mij af en toe wel een beetje een gespannen gevoel van, ja, we moeten door. En ik neem altijd graag mijn tijd en mijn rust, zeg maar, om gewoon een overledene te verzorgen. En nu is het voor ons maar een beetje gokken van, hopelijk is dit de juiste manier van het dragen van het haar. En ja, dus je hebt niet die bevestiging van hoe de overledene er nog bij leven uitzag. Die bevestiging krijg je niet van de nabestaanden op dat moment. Kaartjes controleren. Ik vind het sowieso altijd heel moeilijk om het los te laten. Ik ben heel precies en alle kleine details moeten voor mij kloppen. Als het ook een keer niet lukt, dan kan ik me daar vreselijk aan storen. Ik wil gewoon zo graag goed voor de mensen zorgen. Dat ze echt terug kunnen kijken op een uitvaart van dat het goed is.